zaterdag 26 maart uit de laatste polo-wedstrijd speelt Warmot van het eerste vrouwenteam van zwemclub De Skelp. Hier krijgen de meisjes nog de laatste instructies van trainer-coach Dick Nauta en dan moet het aangaan tegen Brandenburg uit Bilthoven. Het publiek is al aardig opdagen komen uit zijn tanden, want wij zien hier er al verscheidene bekende koppen bij. Scheidsrechter Van Binsbergen heeft hier de bal in het water gebracht en de wedstrijd is begonnen. Zoals zei, de thuiswedstrijden worden in Lut speeld om reden dat ons bad in zijn tanden niet aan de juiste normen voldoet die de KNZB stelt het aan de landelijke tweede klasse. Wat er precies niet geschikt is aan ons eigen bad, zullen we in de loop van deze uitzending aan de weet zien te komen. De Skelp speelt met de volgende vrouwen. In de goal, Lawine van Noord. Dan Ingrid Wijminga, Bini Brouwers, Wieke Steenstra, Imke van Noord, tevens aanvoerster, en Marianne de Jong en tenslotte Joke van Koorten. En op de bank zitten dan nog een aantal wisselspulsters. Ik heb nog vergeten te zeggen dat de Skelp met witte caps speelt. In de eerste periode nam de Skelp het initiatief in handen. De drie doelpunten van Imke van Noord. Een gehaaide speelster is dat trouwens. En bouwde daardoor een voorsprong van 3-1 op. Daardoor worden de Bilse meisjes een beetje overmoedig. En dat kwam hun ook op de nodige overtredingen te staan. En dat was nou correct niet nodig met een 3-1 voorsprong. Ze kregen het dan ook even zwaar, want Bini Brouwers moest naar de kant, zodat er een vrouw meer situatie ontstond die Brandenburg gelukkig voor ons niet in een doelpunt om wist te zetten, want onze meisjes houden de bal keurig in de ploeg. Coach Dick Nauta even in beeld, om Bini op het juiste moment weer het water in te sturen. De tweede periode zou niet zo florissant voor de Skelp verlopen, want Ingrid Wijminga wordt naar de kant gestuurd naar een grove overtreding en van die gelegenheid maakte Brandenburg wel terdege gebruik. Want aan het eind van de tweede periode was de stand 3-3. In die tweede periode haperde het vooral bij de Skelpmeisjes aan het overnemen. En daardoor viel een vulgatten waar Brandenburg gebruik van maakte. De derde periode zou meer spannend dan mooi worden. Fokkelin Spoelstra, die even voor een van de andere meisjes in het water komen was, benutte meteen een verkeerde wissel in de Bilthovense verdediging. En dat betekende 4-3. Dat was een mooie goal van Fokkelin Spoelstra, die ik zo krek niet noemd hè, omdat ze wisselspeelster is, maar vrij regelmatig met succes inzet wordt. Maar dit doelpunt werkte als een rode lap op een stier, want Brandenburg kwam weer om. En hoe? Met een prachtig schot van oor rechts spatte de bal in de linkerbovenhoek. Volkomen onhoudbaar voor kiepster Lawine van Noord, die overigens een prima partij kiept het. Maar de stand was dus wel 4-4 en de laatste periode zou de beslissing brengen moeten. Het begon ergens wat sneu voor de Skelpmeisjes, want een aantal van hun had niet in de gaten dat er een van Brandenburg uit het water stuurd was en konden daardoor de vrouwmeersituatie niet uitbuiten. Dat was een grote strop, want anders hadden ze misschien wel één, ja wie zult zeggen, misschien wel twee doelpunten maken kunnen.
Maar ja, dat is nou niet gebeurd en dus praten we er verder ook niet over. Het uit het water stuurde Moisie, waar koude weer in en toen de volgende aanval sloeg als een bom in de goal van de Schelp, zodat de 5-4 waar en deze stand zou ook niet meer veranderen. Dick Nauta nog even bij de kant van bad om zijn meisjes tot het laatst toe aanwijzingen te geven en aan te moedigen. Maar het mocht allegaan niet meer helpen. Het was verrekte jammer voor de Bilse meisjes, maar wij loven dat gezien deze wedstrijd de punten terecht komen binnen, werd ze ook goed. Vooral omdat Brandenburg fysiek nogal wat sterker was dan de Schelp. En op het fysieke terrein, daar ligt voor trainer coach Dick Nauta in de toekomst nog een groot werkterrein. Want als de Schelp ooit eens in de eerste landelijke klasse komt, en dat hopen we tenslotte allegaar, dan moet er al uit een ander fysiek facitat worden. Want verder als team en individueel hoeven ze voor geen één onder te doen. De coach van Brandenburg is het soms lang niet eens met de scheidsrechter. Maar ja, die man luidt nog één keer en doet dat naar goeder best. En je hem staat met 5-4 voor. Wij willen zullen je hem nog druk over maken. Het publiek is wat teleurgesteld. Maar er is verder niks aan te doen. Het blijft 5-4. De Schelp eindigt na deze uitslag op het derde plak. Evengoed een prachtprestatie. Dick Nauta feliciteert zijn opponent. De meisjes komen naar de kant. We zullen zien of wij ook niet even met de coach een praatje maken kunnen. Dames en heren, wij binnen hier nu in het zwembad. De Schelp in zijn tannen. En we wouden even een praatje maken met de heer Nauta, trainercoach van de zwemclub De Schelp. Heer Nauta, wij hebben al zo gek die wedstrijd zien hier in de staat, maar waarom speel je hem die polenwedstrijd in de staat en niet in het eigen bad? Nou, man, ik wel in het Nederlands praten, maar dat gaat me wat beter hoor. Ik vind Beelds wel een mooie taaltje, maar ik ken het nog niet zo goed. Wij hebben die wedstrijd in Leeuwarden gespeeld omdat ons bad niet voldoet aan de minimummaten die de bond stelt. Wij hebben namelijk een bad van 10 meter breed en het bad hier is maar, of het bad moet zijn 12 meter minimaal. De diepte moet bovendien minimaal 1,50 zijn en wij hebben een bad van 1,20 minimaal. Mooi. Je speelt nou in de landelijke tweede klasse. En hoe lang heb je hem daar nou over deen? Nou, vanaf de oprichting van het poloen van zwemclub De Schelp, wat was in 1969, de zwemclub bestaat dus al van september 1968, hebben we eerst in de kring gespeeld en daarna zijn we van de laagste klas kring direct doorgestoomd naar de tweede klas. Dat heeft dus een jaar of vier geduurd voordat we zaten. Eerst tweede klas kring, eerste klas kring, toen district en toen tweede klas bond. Ja? Het bereiken van die dat plak, is dat nou altijd met dezelfde meisjes gebeurd of ben er ook veranderingen in geweest? Nou, er zijn wel veel dezelfde meisjes. Echt grote veranderingen zijn er niet geweest. Er zijn één of twee nieuwkomers, maar verder zijn het meisjes die begonnen zijn bij het wedstrijdzwemmen en toen overgestapt zijn naar het poloen. Nog even over die wedstrijd in de staat. Bini Brouwer, die worden er af en toe nogal eens uitgestuurd. Ik heb niet zien, of wij, laat ik het zo maar zeggen, heb niet zien kunnen hoe dat kwam. Wat was nou de oorzaak? Nou, dat ik niet gezien heb is wel mooi. Dan is het een goede overtreding geweest. Maar die overtreding die ze maakte was te zwaar. Dat wil zeggen, als een tegenstander pakt zonder dat hij de bal heeft, dat zij de bal heeft, dan word je eruit gestuurd. Een zware overtreding wordt dus gestraft met uitsturen. Imtje van Oort, ook een speler uit je ploeg, die die kreeg af en toe nog wel eens een vrije worp met. Lokten ze dat ook wel eens wat uit of? Ja, dat krijg je als je met voorspeelt. Je probeert natuurlijk een doelpunt te maken. Lukt je dat niet, dan probeer je zo te draaien of te wenden dat het lijkt alsof er een overtreding tegen je wordt begaan.
En dan krijgen ze een vrije worp met een grotere kans op een doelpunt. Het is dus een bepaalde kwestie van techniek. Bezitten jou die techniek ook nauta? Nou nee, niet zo goed als deze dames. Ik ben wat te oud daarvoor nu. Mooi. Nou, de Skelp, die bestaat hoe lang? De Skelp bestaat volgend jaar 10 jaar. Dus september 68 opgericht en volgend jaar hebben we dus ons tweede lustrum. Dan mag vrouw Hilari dus zeggen waar ze staan wil. Wij waren voor Jim bij de clubkampioenschappen van de Beeldse Tennisclub. Het was prachtig mooi weer op de 24 en de 25e september toen de vrouwen hun kampioenschap houden. Wij filmden de partij tussen Siet Hoogland en Elke Hilaridis. Dat zou wat een eenzijdige partij worden, want Siet Hoogland waren nogal wat sterker. Deze partij stond onder leiding van de heer Cor de Jong. De kampioenschappen, die het elk jaar aan het eind van het seizoen houden worden, binnen ook dit jaar weer een succes worden. 14 dagen voor de Frali hadden de beginners hun kampioenschappen afwerkt. En die binnen wonnen bij de Mali, dus Kukman, met als tweede Jan de Vries. Bij de vrouwen waren de eerste vrouw Kuper, met als tweede vrouw Wiersma. En de derde plak waren de inhalende vrouw Van Loon. De Mali tenniste vorige week en daar kon Rieke Zwartman hem kampioen noemen. Met als tweede Sjoerd Schaaf, derde waren hier Henk Kas en vierde Fred Lautenbach. Een week na de kampioenschappen van de Frali hebben de junioren een ander bestreden. Piet Schaaf ging hier met de eerste Rieken, met als tweede Johan Nauta. En bij de meisjes waren het Joke Hoogterp en Tjeke Meijer 1 en 2. Zoals zei, dit zou helaas wat een eenzijdige partij worden, die dus niet hoogend makkelijk wonnen worden. Dit in tegenstelling met de partijen die de hele dag en zondag houden binnen. Ik noem maar een paar. Het begon al direct zaterdagochtend om 9 uur met een 2,5 uur durende driezetter tussen Minke Schaaf en Elke Hilaridis. Die dit eindelijk de Minke won binnen. Een partij als die van Jannie Meijer tegen Selma Kooi en Emmy Watman tegen Selma Kooi waren ook zeer spannende partijen. En beide keren trok Selma aan het langste eind. Nee. Punt voor voor Hoogland. 1-0. Wisselen. Hier haalt Siet Hoogland haar eerste set binnen. Het wordt er 1-0. Pralen moet er van plak veranderen. De halve finales, die op zondag offen dus houden waren, dat overigens voor u de laadpraat waard, dat het op zondag gebeuren zou. Want alles op zaterdag zal wel een hele drege dag worden. De finale worden dus Selma Kooi wonnen van Minke Schaaf. In twee sets, beide keren waren het 6-3. Aan de andere kant ging het precies gelijk op tussen Hoogland en Meijer tot 6 sets en dan treedt de tiebreak in werking. Wat ziet wel vaker bij het eind had het en die trok dan in beide keren de set naar het toe, zodat ze beide sets met 7-6 won. 0-30.
Op de derde en vierde plaats kwamen dus Minke Schaaf en Jannie Meijer op een baan. Het waren eerst een beliek op Gaande Street, die Jannie tenslotte met 6-3 won. De tweede nam Minke Sommer met een vlotte 3-0 voorsprong, maar halverwege de street kwam Jannie weer in haar oude baan en nam de overhand weer en won met 6-3. En zo kwam Jannie op een derde en Minke op een vierde plak. Dan dus de finale strijd om het eerste en tweede plak. Het was een partij tussen twee felle vrouwen die het namelijk in haar breed toegaven. De eerste set kwam met 7-5 naar Siet Hoogland. 30-40. Je moet even om de voetbal doen denken, mevrouw Hilarius. Niet op de achterlijn staan. De tweede set ging hier precies gelijk op. Het waren 6-6 en de tiebreak moest er dus weer aan te pas komen. 2-0 in het voordeel van Holland. Samen trok dus deze keer aan het langste eind, via een bal die het net raakte, maar toch goed terecht kwam. Toen moest dus alles, de allesbeslissende set komen. Geen één had gedacht dat Siet nog zo tennissen zou, zonder een spoor van vermoeidheid. En voor de derde set met 6-2. De eindverslag was dus op het eerste plak Siet Hoogland, als tweede kwam Selma Kooi uit de bus, derde waren Jannie Meijer en vierde Minke Schaaf. Hier zie je hem dan de nijste aanwinst van de kaartfeest in Dannen. Een prachtig mooie tent waar de kaartvereniging terecht trots op wezen mag. Het is nou de zaterdag voor Sint-Annemet. Het is een gezamenlijke ledenwedstrijd van Bordekaartvereniging. En we zullen het spel eens even voor je volgen. Hier zien we Fokke van der Woude. Een oude getrouwe die het hier afsluit. Fokke heeft inmiddels zijn driekwart broek en wisselt voor de lange. Maar menige kaarter zal Fokke graag als maat hebben willen hebben vanwege zijn wisse afslag. Het publiek bij deze dorpskaartpartij had wel wat beter kennen. Het weer was prachtig, dus daar luidt hem niet aan. Hier hebben we meteen al een buitenlander, Chris Wagner. Hij probeert de bal onder haas, maar helaas de bal bleef zitten. Daar hebben ze al gevallen, wat het hier eigenlijk petje op. Daar hebben we nou al zo'n. Kom wel familie van een ander wezen, wie dat? Gewoon een knop. En papa de beer. Papa die het zien opslag nou als ouderwets. Die waren goed uit van Christ, maar helaas, hij kon de kaart niet passeren. Een afslag van Christ. En kijk eens wat hij die maar snel, hij slaat zelfs zijn eigen bal vooruit. Dan moet je wel uit Menderska komen als je dat kennen. Piet van Korten aan een bal.
We zullen de afslag van Pieters even zien laten. Daar komt de aanloop. En weg de bal, dat waren één met gang. En inderdaad, het waren ook één met gang, want hij bleed in het perk, hij bleed zitten. Papa de Beer weer zo'n ouderwetse een. Ja. Een hoge achterin. Hij was ook prima opsloegen, want deze bal bleef ook in het perk. Ja, Sjoerd, jammer Sjoerd, juist. Nee, nee, dat ging krijg goed, Sjoerd. De bal die wordt tot het perk retourneerd. Komt nog een bal van Piet van Goorten. Best uit van Henkie Bloembergen. Een dikke kaats wordt er daarvan gemaakt. De afslag van Schauke. Daar komt de bal. Johan Bootsma. De bal was prima uit, maar helaas kwaad. De kaartvereniging gaat deze partij natuurlijk in verschillende klassen organiseert. Sjoerd Valk, een ouderwetse een uur de bus, zoals hij dat 40 jaar geleden ook al deed. Maar helaas, de bal is buiten. Daar hebben we Klaas de Groot. Klaas die trekt hem op aan, maar hij heeft nogal wat last van zijn arm. Hij gaat dan ook 3 keer in de week naar Lampsma toe om te masseren, maar helaas, het mag weinig baten. Klaas op vele kaatsvelden bekend, doch helaas weinig in de prijzen. Klaas had hem bereikt, maar hij was weer aan de korte kant. Het was naar een opslag. Daar hebben we meester Bloembergen in beeld. Bij de insiders beter bekend als Barry Hughes. Alleen, ik geloof niet dat hij eerlijk nog zoveel verdient als Barry Hughes.
Daar krijgen we een opslag van Bloembergen. Daar komt de bal. Wordt prima uitsloegen door Christ Wassenaar. Maar Bloembergen is op zijn plak en retourneert de bal. Maar daar staat Postumus en die slaat hem weer om. Die maakt er een dikke kaart van. Kaatsenmerken erbij. Daar is de kaart. Ik sta hier nu met bestuurslid van KV Zandane, Jan Bielsma en Dirk Kuk van Driespullen Zuid. Beide kaartverenigingen hebben 2 jaar geleden besloten om samen te werken. Een voorbeeld daarvan is de kaartpartij de Zaterdags voor Zandane met. Hoe voldoet dat nou? Van ons kant geweldig. En de competitie daarbij is ook een hele vooruitgang. En Kuk? Ja, voor ons ook net zo goed. Het is alle beide keren ook geweldig slagen, dacht ik. We hadden nog alles met. Er waren een hoop deelnemers. We hadden beide keren behoorlijk goed weer. En verder loopt het al voortreffelijk, zou ik wel zeggen. Hebben we hem daarnaast nog meer gezamenlijke partijen? Ja, we hebben dit jaar dus die status voor de kermis hebben we een gezamenlijke ledenpartij gehad. En de laatste ledenpartij van het seizoen die hebben we ook gezamenlijk denk. En zowel voor jongens als voor senioren en over een man wil ik dat eigenlijk niet zeggen, maar in elk geval meestal boven 40. Ja. Jan, hem daarnaast ook nog eigen ledenpartijen? We hebben 3 ledenpartijen gehad voor Google site en we hebben 2 gehad op zondag. En we hebben een ledenpartij gehad in de sporthal en we hebben gezamenlijk ook een ledenpartij in de sporthal gehad. We hebben het kijk al even over de competitie gehad, die het nou gezamenlijk is. Geeft dat niet moeilijkheden vanwege de grote deelname? Ik denk hierbij vooral aan de jeugd. Nou, vorig jaar heeft dat wel moeilijkheden gegeven. Dan hadden we de jeugd van, dan zijn we van 8 tot 16 jaar, die hadden we op 1 avond. Maar dan kon het gebeuren dat er wat 60, 70 jongens om je heen kriolen, die alle getungelde kaartsen wouden. Dit jaar hebben we dat wat anders gedaan, hebben we ze gesplitst in 2 groepen. Leeftijd van 8 tot 11 ongeveer en 11 tot 16. En daardoor kwam het alle jaar een beetje beter tot zijn recht. Omdat we de zaak wat sneller laten konden. En ook niet zoveel mensen elke keer een tungeliek hoeven te gebruiken om bij de lien te wezen en verder wat met de tellen en alles. Ja. Driespullen Zuid, wat voor grote partijen heeft die verder nog? Die heeft een eerste klaspartij, de zogenaamde Van Haardenspartij. Ja. Dan hebben we altijd een jongenswedstrijd, of eigenlijk 2 jongenswedstrijden. In de leeftijdgroep van 10 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar. En dan organiseren we hier nog een tweede klas deur aan de Lottenwedstrijd. Dat zijn dan dus wedstrijden die de Christelijke Friese Kaartsbond uitschreven worden. En Jan, wat voor grote partijen heeft KV Zandane eigenlijk nog? Oh, de traditie trouwe kaartspartij met Zandane met. Dan de Wildse Postpartij, dat is dan deur aan de Lotten. En we hebben hier van het jaar een jonge school. We maken nu even een praatje met de gymnastiekleraar van UDI. En dan wou ik je vragen van wanneer is de gymnastiekvereniging UDI opgericht? Nou, dat was in november 1920. Dat is een heel schofleden. Ja, dat is een heel lange ruk, hè? En wat betekent UDI? Uitspanning door inspanning. Jouw binnenleider van deze vereniging, hoe lang al? Nou, van 1946, dus al een dikke 30 jaar. En doe je het alleen? Ja, praktisch alleen. Alleen mijn vrouw helpt natuurlijk met voor de uitvoering zitten met vrije oefeningen enzovoort enzovoort. Ben je hem ook lid van het KNCGV? Nee.
Heb je hem er ook een bepaalde reden voor? Nou ja, feitelijk wel. Want als wij bij een bond binnen, dan moet de best altijd naar wedstrijden. En, dan, en dat is niet ons bedoeling. Ons bedoeling is dat ze alle gaan meedoen. En dat niet de best een extra beurt krijgen om bijvoorbeeld prijzen te halen. Het is bij ons zo, ze turnen alle gaan met genoegen. Maar we turnen niet in groepen. Of in groepen dan maar in klassen. He, graad, eerste graad, tweede graad enzovoort, dat doen wij niet. Wij gaan net naar ander op. En wie het, het minder kent, die krijgt evenveel beurten als die het best kent. Want de besten, die ben het uiteindelijk langzaam nodig niet aan de mensen. Het gaat er bij ons op, om, als ze met plezier naar gymnastiek gaan, dan is ons doel bereikt. Mooi zo. Hoeveel leden hebben we? Nou, we zitten om, op het ogenblik om 230 in. Dat is even vroeger is dat wat oortakt, want ja, er is op het ogenblik zoveel te redden om met zwemclub en volleybal en nou zaterdagmiddag voetbal, dat hadden wij ons ook niet, hè, van ons kamp niet. Dus ik bedoel me dat, ja, daar verlies je altijd wat leden aan, maar over het algemeen we maar niet mopperen, want de opkomst is altijd trouw en we blijven vrij constant. Dus wat dat dan gaat, dan, dan gaat, ik vind het gaat best over zoveel jaren. Ja, dat is ook zo. Je geeft één keer in het jaar een uitvoering en als het mogelijk is een demonstratie bij de Vlaswijk en de Beukelaar. Waarom doe je dat? Nou, met een uitvoering dan ben die oude mensen, die ben vaak niet in de gelegenheid en die hebben misschien ook niet zoveel plezier om in een volle zaal te zitten. En die kan dan op hun gemak naar zien en onze leden hebben nog dan en zij ook, dus dat is de reden, verder is er geen reden. Gymnastiek is ongeveer hetzelfde als turnen. Het is precies hetzelfde trouwens. Ja, ons is het hoofdzaak turnen, no? Ja, ja. Als wij dan tien Olympische Spelen naar de tv zagen, konden wij vaak hoogstaand turnen zien. Hoe zie jij dat tegenaan? Nou, ik vind het prachtig om te zien, maar ik ben wel van mening dat het veel te veel aan voordat het zover komt. En als ze één keer die top bereikt hebben en er is één die weer wat beter is en die andere van de baan is, ze ben totaal vergeten. Jou binnen dus al een mooie tijd leider. Is er nou ook verschil te bespeuren in de animo van de kinders van nou of pakweg 20 jaar geleden? Ja, dat is natuurlijk wel verschil. Ze werken wel met evenveel animo, maar de, het is nou wel meer gericht op spel. Ook omdat ze dat op school veel meer krijgen. En omdat er natuurlijk, er is veel meer te doen om buiten de gymnastiek om. Dat is nou volleybal en zo krijgt ook altijd, hè, dat is natuurlijk een zaterdagmiddag voetbal. En het werkelijke turnen, nou daar moet je werkelijk op aanhouden, want aanzond is het vaak spel. En dat zit hem ook in schoolgymnastiek, want er wordt meer spel gegeven. Dus dan denken ze nou dat dat de clubgymnastiek ook is. En dat doen wij wel eens even voor ontspanning, maar het is bij ons dan hoofdzaak turnen. En tot nog toe lukt dat ook altijd nog wel dus. Ja. Nou ben je al nou, vrij aan de leeftijd, mag ik wel zeggen. Ja, 60, maak gerust. Ja. Ja. En doe je het nou nog met evenveel nocht als 30 jaar alleen? Ja, mijn nocht is altijd naar hetzelfde. Maar het is natuurlijk, het valt je wel zwaarder, want per slotverrekening, als je 60 bent en dan zoveel uren aan één dreun, nou dan, dan herjaren ze je nocht wel eens. Mooi. Ik 4 uur begin en ik kom om 10:30 thuis. Nou, dat is een mooie ruk. Een hele ruk. Ja. Ja. Nou, Kaiser, ik geloof dat dit het zowat waar. Bedankt. Niks te danken, hè. Het had waar en genoegen. Fijn. Sjoerd van Dijk, bestuurslid van de Haarlemvereniging, de Duin en de Dabber, durf ooit trok om een paar snoekjes te verschalken. Menke die stond met de kinders in de deur om uitgeladen te doen. Had het nou, had ze nou dacht, daar gaat jou weer, of blij dat ik een kwijt ben, dat weet ik niet.
Maar in ieder geval, we zien een soort hier op zijn brommer nooit uitzetten. Want de offers waren ook al aan de gang geweest om zuid heen. Mag je niet vangen. Hier komt Sjoerd dan aan op een oude dik. En hij rijdt verder zoals hij dat bekeken kan in de richting van Nijedijk. Want hij verwacht in de Nijedijk de vaart naar de een en ander te verschallen. Sjoerd die bezeert alles even en die denkt dat het wel een aardig plakje is. Maar over de brug, Brommert ziet de plak en dan de boel er maar even uit. Je moet ook wel wat met hebben als je zo de snoepvissen wil. Als je dat zo ziet, aardig touw omhaalt hier. Want ja, de boer moet wat op het brommen, dus het moet ook wat bijna aan het blijven willen. Angelt hier een en ander zetten en al het molenzuur te komen. Dat zit er dan ook nog redelijk over op. Even wat voeren. Ja, dat hoort ook met het sportvis. Mooi, we binnen zoveel. En daar is geen andere haak. En nou maar eens kijken als we wat toe hebben willen. Had hij nog in één gebied had. Maar ja, daar hou we wend, moet je maar denken. Buiten dat Sjoerd zelf vist, is hij als bestuurslid van de Duinende Dabber ook nogal wat actief. Want zo binnen er dit jaar 2000 snoekjes uitzet. En eerdaags komt er nog snoekbeest bij, is de bedoeling. En Sjoerd hoopt ook nog dat het bestuur de hand weet te leggen op een partij karpers. Maar ja, die benen niet zo makkelijk te bezetten en ja, knip hier ook wat aan de platenkant. Er wordt hier alle jaren vis uitzet. Dus wij hopen dat die staren gaan wel aardig vol komen te zitten. Maar dat is tenminste te hopen als de sportvissers de visjes maar weer omzetten in het water. Want om onder maar het spul met te nemen, heb je niet wat aan. Maar zoals Sjoerd ons vertelde, zit er ook nogal wat met het grunnerprobleem. En elke sportvisser weet dan wat we het over hebben. We praten nou Sjoerd van Dijk even aan. Van die grunners, daar hebben wij ook griezelig veel last van. Ze pikken alles met. Gelukkig wordt het wat beter, omdat er meer gecontroleerd wordt. Door onze leden en ook door de politie. Het wordt wat beter, maar we binden er nog lang niet. Dit waren dan de 10 verenigingen die we hier zien laten komen. We willen iedere vereniging voor zijn medewerking dankzeggen en alle jaar een goed sportseizoen toewensen. Dit was dan weer een BMF-productie. Werd aan medewerken Jochem, Hanny van der Schaaf, Tine Snieder, Jan Amerga en Anne Vallon. Tot kijkers!